Daar ga ik, jongens. Oké, ga je gang. Dank je wel. Alsjeblieft. We zijn momenteel in Doetinchem en we zijn met een aantal Syrische vluchtelingen aan het tennissen. En Welkom in Doetinchem is een stichting die is een jaar geleden opgericht. En het is een aantal mensen die elkaar bij toeval tegenkwamen en samen vonden we dat we iets moesten doen voor de vluchtelingen. En we hebben dus allerlei activiteiten nu, van filmhuis, gratis toegang tot het voetbal bij de Graafschap. Veel deelname aan verschillende sportactiviteiten om de mensen een welkom te laten voelen in Nederland. Wij bieden behalve het tennissen, bieden we aan het zwemmen voor vrouwen, het zwemmen voor mannen, het voetbal, het golf en de fitness. Ik kom naar hier om tennis te spelen. Met Nederlandse vrienden. Now I am playing tennis, yeah. One time in the week, yeah. Only tennis? Tennis and running. And running. Yeah, running every day. Ik speel ook basketbal en zwemmen. I'm so happy. Yeah? Yeah, yeah. It's very nice people, yeah. Ja, ik vind dat leuk. Dat was heel goed met Nederlandse vrienden, ja. Yeah. Mean to me pleasure, happiness, yeah. We denken dat het sporten namelijk in onze samenleving een van de mooiste middelen is om mensen te laten integreren in een gemeenschap. Een andere reden is natuurlijk om de mensen de verveling die ze hebben in afwachting van hun al of niet toelaten hier in de maatschappij, om die verveling op te heffen. We vinden veel met sport. Ja, goed.